Op YouTube worden vele duizenden video's per dag geplaatst. Om een goed overzicht te houden van alle video's die je zelf interessant vindt, biedt YouTube je de mogelijkheid om zogenaamde afspeellijsten aan te maken. Afspeellijsten zijn bundelingen van video's die jij zelf bepaalt. Als je in YouTube bijvoorbeeld op een bekende artiest zoekt en vervolgens aangeeft dat je in de zoekresultaten alleen afspeellijsten wilt zien, dan krijg je diverse afspeellijsten waarin gebruikers meerdere video's samengevoegd hebben. En als je zo'n lijst afspeelt, dan worden automatisch alle video's in de lijst achter elkaar afgespeeld. Stel dat je verschillende video's over aardbevingen op YouTube gevonden hebt, dan is het makkelijk om die allemaal bij elkaar in één afspeellijst te plaatsen. Zo heb je ze bij een volgend bezoek aan YouTube.